Goedemiddag allebei. Dag, dag Cindy. Dag alle mensen thuis. Ja, Danny, je leert het... Jo, je leert het nooit, want het is Cynthia, hè? Cynthia. Ja. Hè? Ja. Ja. Zeg, je hebt een nieuwe single klaar. Inderdaad, Cynthia. Ja. Ik heb hem klaar. Tingelingeling is het geworden. Ja. Een hele vrolijke kerstsingle voor al mijn fans die ook kerstmis vieren. Ja. Sommige fans misschien maar alleen. Ja. En daarom heb ik hem ook genoemd Tingelingeling. Kerstmis vieren met z'n twee. Met z'n twee. Voilà, hoe vier jij kerstmis eigenlijk? Met z'n twee. Ja? Cynthia, jawel. Jij met je mama? Mama, voilà. Is het echt? Hoe wist je dat? Ja, ik heb al naar het liedje geluisterd. Ja, in het liedje komt het voor. Ik ga het vieren met mijn mama. Ja, ja. Voilà. En wat zegt zij ervan, dat je er een liedje hebt over gemaakt? Ja, fantastisch. Ze is helemaal onderste ontroerd ervan. En ik heb het gedaan voor haar. En ze is er blij mee. Je wordt er een beetje emotioneel van, precies. Ja. Danny, heb jij daar iets mee te maken ook met de single? Danny heeft zoals gewoonlijk alweer bezig geweest met de muziek. En Danny, ik zie je wel. Wacht al. Nee, anders een taartje eten. Eet maar op. Voilà. Dus Danny die heeft dus de muziek. Eet maar. Ja. Danny heeft dus de muziek gemaakt zoals altijd. En dat gaat goed tussen ons. Ja, het blijft hangen. Ik heb het al een paar keer beluisterd op Facebook en zo. En, blijft wel... Het is een, zoals de meeste mensen zeggen, een oorwormpje. Heet het zo? Ja, dat is een oorwormpje. Dat blijft... Allee. Dus als het binnen tussen jouw twee oren blijft, is het een oorwormpje. Allee, dat is goed. Ja. Misschien dat we het eerst eens moeten zingen, dat we thuis ook weten waar het over gaat, hoe het klinkt. Want misschien zijn er mensen die het nog niet hebben gehoord. Hè? Met liefde. Dus ik zou zeggen, lieve fans, speciaal voor jullie allemaal thuis. Voilà. Tingelingeling. Tingelingeling. Allee, neem maar plaats. We gaan luisteren. Nu heeft Danny zijn stukje taart nog niet kunnen opeten. Hey. Zondag hebben ze trouwens een fanbal, Jo Hardy met zijn manager Danny. En daar komt ook trouwens Yves Segers optreden. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Eerst luisteren we eens naar die kerstsingle van Jo Hardy. En die heet Tingelingeling. Hier is hem. Tingelingeling, tingelingeling. Liefste moeder, ga je mee? Tingelingeling, tingelingeling. Kerstmis vieren met z'n twee. Tingelingeling, tingelingeling. Liefste moeder, ga je mee? Tingelingeling, tingelingeling. Feesten met z'n twee. Heel mijn leven lang was jij er steeds speciaal voor mij. Maar ik ging mijn eigen weg, dat maakte jou niet blij. Maar je moet niet droevig zijn, het is best oké. Want vannacht vieren wij feest, een feestje met ons twee. Tingelingeling, tingelingeling, liefste moeder ga je mee. Tingelingeling, tingelingeling, kerstmis vieren met z'n twee. Tingelingeling, tingelingeling, liefste moeder ga maar mee. Tingelingeling, tingelingeling. Feesten met z'n twee. Vader werd heel erg ziek. Hij hield zoveel van jou. Hij is toen van ons heen gegaan. Wat bleef was diepe rouw. Ja, je mag best droevig zijn. Het is wel oké. Maar vannacht vieren wij feest. Feesten met ons twee. Lieve fans, dit is Joe Hardy voor jullie. Ik wens jullie van harte kerstfeest toe en een heel, heel gelukkig nieuwjaar. Lieve fans, ik ben er voor jullie allemaal. Merry Christmas. Tingelingeling, tingelingeling, liefste moeder ga je mee. Tingelingeling, tingelingeling, kerstmis vieren met z'n twee. Tingelingeling, tingelingeling, liefste moeder ga je mee. Tingelingeling, tingelingeling, feesten met z'n twee. Tingelingeling, tingelingeling, liefste moeder ga je mee. Tingelingeling, tingelingeling, kerstmis vieren met z'n twee. Tingelingeling, tingelingeling, liefste moeder ga je mee. Tingelingeling, tingelingeling, feesten met z'n twee. Volle kerstfeest thuis allemaal.
Joe Hardy live bij Studio TVL Tingelingeling hier. Ja, de nieuwe kerstingel. Joe, kom er maar terug bij. Danny trouwens ook, want die moet een stukje taart nog verder opeten. Ja, er zit een dubbele boodschap in eigenlijk. Hè? Jawel, het is een gevoelig nummer. Ja. Sint-Jan, een waar gebeurd verhaal ja, ook. Ja. En dat wil ik toch meegeven, toch wel. Ja, ja, ja. Zeg, ja. En nieuwjaar vier je dat dan ook maar met twee of is dat met meer volk? Ik heb gehoord van mijn management dat ik volgeboekt zit. Ah. En ik ga door heel Vlaanderen en Nederland zijn we ondertussen ook al bijna aan het veroveren. Ja. In de toekomst. Dus je gaat niet thuis. Dus we zijn niet thuis in het nieuwe volledige jaar. Ja. Zeg maar, een aantal weken geleden zijn jullie hier ook geweest om een oproep te lanceren. Ik had een mooi bosje rozen van plastic rozen. Ja, die heb ik thuis. Ja, staan in de living thuis. Hoef geen water te geven. Nee, dat is gemakkelijk. Gemakkelijk. Ik wist het. Zeg, en je was toen op zoek naar backingvogels, hè? Vocals. Vocals. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Het is gelukt. Ik heb iemand gevonden. Het is een meisje geworden. Ah. Ja, op mijn Facebook kan je de filmpjes volgen. Ja. Ik had ook een beatboxer. Ik had een man met een... die man? Wat had hij? Trompet. Een man met een trompet had ik ook. Ja. Zij zijn ook langs geweest. Helaas, zij zijn het niet geworden, maar ze hebben wel hun best gedaan. Ah, ja, ja, ja. Was van Funky Day of zoiets. Maar het is iemand geworden, een meisje. En zij gaat ook op mijn fanbal gaat ze de backings doen van Lieve Marina... Mijn andere superhit. Ja, ja, ja. Zeg, en jouw fanbal, dat komt ook heel dichtbij, hè? Zondag. Ja. Zondag, Cindy, ja. Ja. Is het mijn fandag, mm-hmm. fanbaldag. En dan ben ik er speciaal. En waar gaat dat door? In Rapertingen, in het ontmoetingscentrum van Rapertingen, ga ik het beste van mijzelf geven voor alle fans. Dus thuis, lieve mensen, kom maar naar het fanbal van Joe Hardy in Rapertingen. Om 14 uur start het. Tot 16 uur en Yves Segers is mijn voorprogramma. Oei, dat hij met dat liedje een beetje gay is wel oké. Okay. Ja, inderdaad. Het gaat over barbecuen, dacht ik, want worst en saté zit er ook in. Ja. Dus ik zou zeggen, dat is ook kerstmis. Eigenlijk is het ook een kerstsingle, ja. Want met kerstmis wordt er ook wel gebarbecued, weliswaar wel, in de winter. Ja. Maar dat is ook Yves Segers, dus we krijgen een enorme kerstsfeer daar. Ja. Ja. Zeg, en om de mensen al een beetje voor te bereiden, heb je een leuk pakketje meegebracht. Jij wist dat al. Ja, ik zag het liggen. Ah ja, jij wist dat al, voilà. Goed. Dus Management heeft mij dat gezegd. Ah, management, ja. Ik heb dus een kerstpakket voor de mensen thuis. Wat zit er in het kerstpakket? Ik ga het even open doen. Mijn DVD. Één sticker van Joe Hardy. Een vijftal kerstkaarten van Ferry Christmas. Mm-hmm. Ja. Dus die kan u ook opsturen dus naar de mensen toe. Hè. Voilà. Een fansjaal van mijzelf dus. En dan... Ik zou hem aan jou willen geven, Cindy. Maar helaas, het is voor de fan die nu gaat reageren. Ja. En mijn DVD van Live at Rapertingen in 2011. Van vorig jaar. Van vorig jaar zit erin. Nou wel, dus als je dat wil winnen, dan moet je gewoon even naar onze website surfen. tvl.be, klik op Doe mee. En dan win jij misschien wel dat grote fanpakket van Joe Hardy. Trouwens, jullie zijn wel echt professioneel bezig, hè? Meer en meer. Jullie hebben zelfs ook een clip opgenomen van de kersthit. Inderdaad, zoals iedere grote artiest. Kijk maar bijvoorbeeld naar Martijn Kooks van hier bij jullie. Maarten, hè? Ja. Ja, die heeft ook een kerstsingle gemaakt. Dus een navolging konden wij niet achterblijven. Voilà, ja. Daar is hij al. Ja. Hè. Prachtig. Figuranten hebben we tegengekomen. Eerste keer in mijn leven op schaatsen. Is het echt? Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Het was heel fijn. Ik moet zeggen, maar ik heb alles over voor mijn fans. Ik moest het een keer gedaan hebben. Ja. En voilà. En Danny, hoe ging dat zo, muziek maken op het ijs? Danny, je mocht niet praten met je mond vol. Hè. Dus dat ging goed ook voor Danny, maar hij had natuurlijk wel zijn keyboard bij zich. Ja. Wat hem dus redelijk goed recht gehouden heeft. Daar zat ik in de paardenmolen eigenlijk. Ja. Dus normaal gezien voor kinderen was dat, maar ik bedoel, ik heb het toch gedurfd om erin te gaan. Ja. Was dat ook de eerste keer? Ook de eerste keer dat ik, ja. Voilà. Leuk, hè? Ja. Allee, ja, dan hebben jullie nog wel leuke vooruitzichten nu. Inderdaad. De vooruitzichten zijn goed. Zondag wordt een top namiddag. Ja. Ik mag ook zeggen, Cindy, dat er ook... Het is op. Cynthia. Cynthia.
Ja, maar we moeten nog voor onze andere gasten ook een stuk taart hebben. Maar, ik wou juist zeggen, dus de vlaai is er. Ook zondag gaat er vlaai en koffie zijn. Abrikozen met latjes, smurfenvlaai. Oh, alles erop en eraan. Latjes en knobbeltjes vlaai. Die hebben we ook van de bakkerij hier om de hoek in Rapertingen. Ja, ja. En ik zou zeggen, koffie, vlaai, goede ambiance, goede sfeer en toch wel een 300-tal mensen die daar gaan zijn. Ambiance. Ja, ambiance. Voilà, zeg, en ben je al bezig met het volgend jaar? Want ze zei 2012, 21 december, dat is niet meer zo heel lang, nog een dikke week. Gaat de wereld vergaan? Ben je daarmee bezig? Cynthia, zoals ik gezegd heb, ben hier al vaker geweest. Ik heb de eerste keer gezegd, ik ontplof op het moment. En volgens mij gaat het op 21 december echt gebeuren. Ik ga volledig ontploffen. Mijn kerstsingle gaat een enorme hit worden. Gaat inslaan als een bom in de wereld, zal ik zeggen. Het is een voorteken. De Mayo's hadden het voorspeld. Mayas, ze hadden het voorspeld. Ja, die hadden het voorspeld. Ze hadden het voorspeld. En dan ben jij dan eigenlijk. Het gaat gebeuren. Allee. Goed, wij volgen het natuurlijk allemaal op de voet. Waar kunnen mensen jou nog volgen als ze meer willen weten? Op Facebook. Ik ben er voor al mijn fans elke dag opnieuw. 7 dagen op 8. 25 uur per dag ben ik er voor hen op mijn Facebookpagina. Ja. En zondag mag iedereen mij aanraken.